Ja, de nieuwe film Noordzee Texas die in de cinemazaal te bekijken is nu ook. En bij ons zit Jelle, de hoofdacteur eigenlijk. Welkom. Hey, hey. Hallo. Welkom, welkom. Hallo, hallo. Zeg, je bent toch niet zomaar, je hebt op je 15e je eerste rol in een langspeelfilm te pakken gekregen. Ja. Geweldig eigenlijk. Maar hoe ben je erbij gekomen? Een casting. Hè, ja. Ze hebben me opgebeld om een casting te komen doen. Ze hebben jou wel zelf opgebeld om casting te komen doen? Ja, maar ik zat in een castingbureau, ik heb me daar ingeschreven. En eigenlijk nog geen twee weken later belden ze mij op om te vragen of ik casting kwam doen. Mm. En allee, het feit dat dat een kinderdroom van mij was, heb ik het gewoon gedaan, want misschien kwam die kans nooit meer terug. Mm-hmm. En vanuit de eerste keer prijzen. En had je al ervaring met toneel acteren? Nee, nog niet. Je hebt nog nooit gespeeld? Nee. Het is eigenlijk gewoon een natuurtalent eigenlijk. Ik weet het niet. Ja. Was je dan niet ontzettend zenuwachtig voor die audities ook? Zo? Wat moet je dan gaan doen? Je krijgt er waarschijnlijk een rol teksten in je handen. Leer die maar van buiten en ik kom dat hier even spelen. Zo gaat dat meestal? Ja, wel. De eerste auditie was dat gewoon een blad. De kleinste scène van de film, dus dat viel nog goed mee. Ik had ook wel stress. Ik moest zo'n bladje invullen, dus ik stond daar echt zo met mijn hand. En dan de tweede auditie was met de regisseur erbij. En dan Matthias, die speelt Chino, de andere jongen. Dus dat verliep wel vlot en de klik was er ook, dus ik voelde mij wel op mijn gemak. Ja. Dat is heel belangrijk, want Noordzee Texas gaat eigenlijk over liefde. In alle betekenissen van het woord. Zo speel je eigenlijk de jonge Pim die verliefd wordt op de buren, op je buurjongen eigenlijk. Ja, dat klopt. En schrok je niet toen je het scenario voor het eerst las? Zo van, ja. Er gaat er van alles gebeuren. Ja, toen ik het scenario las, had ik iets van, shit. Het ging niet zo aan. Ja, maar uiteindelijk, door het feit dat het een droom was, heb ik het gewoon gedaan. Verstand op nul gezet en gewoon doen. En ik heb met de regisseur erover geband, met de producer, iedereen die erbij kwam kijken. En uiteindelijk heb ik het gewoon op de set het klik gemaakt en gewoon een rechte lijn doorgetrokken. Ja, want heb je zelf ook een beetje inspraak gehad in wat je wel wou doen en wat je niet wou doen? Ze moeten daar toch wel rekening mee houden, vind ik. Allee, vooral, ik ben 15 jaar en ik ben nog op zoek naar mezelf. Er zit ook een naakt scène in. Ja, een vrij scène ook, hè? Ja, dat ook. En ik had het wel moeilijk mee. Ja, dat kan ik me voorstellen. En ze hebben dat dan heel sereen aangepakt. En... Ja, want die Gino, die andere jongen, hoe oud is die? Die is in het echt. Ja. Die is 18 of 19. Ah ja, dus die had al iets meer minder zijn of zo om dat allemaal te doen. Ja, ik weet het niet. Ja waarschijnlijk wel. Ja, sowieso is het onwennig om een vrij zijn en naakt zijn te doen met zo'n 100 man daar rond die dan geluid staat te doen en licht staat te doen en ze staat te filmen. Dus heb je jezelf daar echt op moeten voorbereiden of ging het wel een beetje vlot? We hebben repetities gehad ook, hè, dus... zo de moeilijkste scènes, die vrij scènes. Voor dat nog eens gedaan dan? Ja, met lichamelijke oefeningen. En uiteindelijk, op de set moet het vlot gaan. Hè. Je hebt weinig tijd en het moet vlug, direct goed zijn. Mm-hmm. En ja, dan is het zo. Hè. Speciaal, ik heb ook opgevangen dat een heel groot deel van de kandidaten afhaakte toen ze vernomen dat het ging om een rol als... homoseksueel, inderdaad. En ook dat de ouders er tegen waren. Je hebt die kans dan wel gekregen van je ouders. Ja. Steunen ze je ook volledig in alles? Ja, ik ben wel opgegroeid in een open milieu. Mm-hmm. En dan, de film is ook opgedragen aan alle kinderen die niet mochten meedoen aan de film van hun ouders. Dus er waren inderdaad ook ouders die zeiden dat hun kind niet mochten zoenen met de jongen. Ook niet voor de film, dus ook maar niet voor fictie. Maar vind je daar zelf van, eigenlijk? Ik vind dat eigenlijk wel jammer. Ik bedoel, het is 2011 en je merkt dat sommige mensen dat toch nog een taboe vinden. En dan meestal zeggen de ouders van ja, nee, goh, dat is eigenlijk niet erg. Maar totdat hun kind misschien zelf uit de kast komt, dan is het direct om zeep. Ja, ik ken zelfs iemand die moest van zijn ouders naar de dokter om pilletjes te krijgen tegen homoseksualiteit. Oh, nee. Dan denk je nog wel van ja, waar ben je mee bezig? Dat klopt toch helemaal. Want de film draait ook eigenlijk om hoe mensen reageren op seksualiteit en homoseksualiteit. Nee, eigenlijk niet. Er wordt geen probleem van gemaakt in de film. Dat is eigenlijk gewoon een liefdesfilm en dat is gewoon toevallig tussen twee jongens. En we proberen ook wel met de film toch nog wat dat taboe door te breken. Om te laten zien dat dat eigenlijk echt geen probleem is. Ja. En was het moeilijk om je in te leven voor die rol? Want ik kan me voorstellen als je ineens een homoseksueel jongen moet spelen, dat dat toch raar is of zo om te doen. Ja, Pim is toch wel het tegenovergestelde van Jelle. En ik ben blij dat ik die repetitie heb gehad. Want zonder dat ging ik deelt slaan op de set en ging ik niet weten wat te doen. En, en sowieso, als je nog niet veel ervaring had als acteur, dan heb je dat wel nodig. Hè, met die camera's en al ineens. Ja, dat was niet vanzelfsprekend natuurlijk. Nee, inderdaad. Dat was stressie.